Dames en heren, namens het gemeentebestuur mag ik u van harte welkom heten bij dit moment dat we u informatie willen geven over woningbouw achter de sleutel in Eritoven. Ondanks deze vervelende coronatijd willen we toch graag u op de hoogte brengen van wat er staat te gebeuren. En waar we normaal naar de Rietstek in Eritoven komen, proberen we dat nu op deze manier toch op een goede manier te doen. Als gemeentebestuur hebben we de doelstelling om in al onze kernen te voorzien van voldoende woningen. En zo ook in Eritoven, waar we achter de sleutel enkele jaar geleden een project opgepakt hebben om daar te komen tot 44 woningen. Een gebied wat ook wel wat kwetsbaar is. Het grenst aan achtertuinen. En dat betekent ook dat je op een goede manier daar invulling aan moet geven. En zoals ik al zei, we hebben dat project opgepakt. Niet alleen met de omgeving, maar zeker ook met de coöperatie Meer Eritoven, die van het begin af aan bij het project betrokken geweest zijn. En Jacques Spanbroek zal zo meteen namens Meer Eritoven ook een stukje toelichting geven op het belang en hoe dat proces verlopen is en waar Meer Eritoven in wil voorzien. Beleidsmedewerker van de gemeente Ruimtelijke Ontwikkeling, Bram van Dorsten, zal een toelichting geven op het bestemmingsplan. En het bestemmingsplan gaat nu formeel ter visie en dat betekent ook dat u daar iets van mag vinden. En hij zal een toelichting geven op wat dat precies betekent qua regels waar u straks aan moet voldoen. En de omgeving die mag daar iets van vinden en u krijgt de gelegenheid de komende periode om daar een zienswijze op in te dienen. En tenslotte zal Carlo van Dommelen namens de ontwikkelaar een toelichting geven over wat er dan uiteindelijk gebouwd gaat worden en hoe u dan ook daar misschien op in kunt tekenen op een woning. Uiteindelijk zal het allemaal leiden dat we in Eritoven gaan bouwen voor alle doelgroepen. Zowel de starters, senioren, maar zeker ook de sociale huur en ook wat vrije kaals. Ik wil u veel informatie, plezier toewensen tijdens deze toelichting en nu het stokje overgeven aan Jacques Spanbroek. Hallo allemaal, fijn dat u aanwezig bent of digitaal meekijkt. Ik ben Jacques Spanbroek, bestuurslid van de coöperatie Meer Eritoven en ook lid van de werkgroep Achter de Sleutel. In 2015 is de Zorg in Eigen Dorp van de Kernraad met dit initiatief begonnen. En inmiddels in 2019 is de Zorg in Eigen Dorp overgegaan naar de coöperatie Meer Eritoven. Vandaar dat ik dit nu vanuit de coöperatie presenteer. Even terug naar waar we vandaan komen en waar we staan. Zoals gezegd, in 2015 is de werkgroep Zorg in Eigen Dorp begonnen. En we zijn inmiddels 5 jaar verder. En de start van ons initiatief was met name een woonmensenonderzoek. En in dat woonmensenonderzoek is hartstikke duidelijk geworden dat er veel behoefte was in Eritoven aan nieuwbouw voor met name starters en senioren. En die wens is nu, en die behoefte is nu, zelfs nog veel groter. Als je naar de sheet kijkt, dan ziet u dat we in de afgelopen jaren van een locatiekeuze en de uitgangspunten van het nieuwbouwplan vastgesteld hebben. Daar kom ik dadelijk heel even op terug. En vanaf 2016, 2017 vooral in overleg zijn gegaan met de gemeente, met de ontwikkelaars, met de woningstichting De Zaligheden en later vooral ook met de inwoners van Eritoven en de omwonenden van Achter de Sleutel. Dat is gebeurd in de vorm van projectgroep, klankbordgroepen en met name ook twee participatiebijeenkomsten. Eentje in april 2017 en de tweede in februari 2018. En met name die twee participatiebijeenkomsten hebben een structuurkeuze opgeleverd uit 6 keuzes die voorlagen. Tot 1 structuurschets waaraan het plan zou moeten voldoen. En die is ook als basis genomen voor het huidige voorontwerp bestemmingsplan wat er ligt. In 2018 tot nu zijn de ontwikkelaars druk geweest met de grondverwerving, de planvorming en allerlei onderzoeken. Wat waren de uitgangspunten voor Zorg in Eigen Dorp en nu ook voor de coöperatie? Vooral bouwen voor een toekomstbestendig en vitaal Eritoven. Dat wil zeggen, Eritoven in de toekomst levendig kan en moet blijven. Waar jong en oud een goede plek heeft en goed kan wonen. En waar de voorzieningen ook op maat en zelfs verbeterd worden. Vooral belangrijk om te bouwen voor de lokale vraag en de doelgroepen.
zoals starters en senioren, zoals gebleken is uit het woonwensenonderzoek. Bij voorkeur levensloopbestendige woningen, zeker voor de senioren, en een gevarieerd aanbod in koop en huur. En zeker ook de betaalbaarheid is een belangrijk onderwerp. De CPO-mogelijkheid is een optie waarvan we niet wisten of die ook gebruik van gemaakt zou gaan worden. En dat is gebleken dat daar tot nu toe geen belangstelling voor is geweest. Dan de locatie. De locatie achter de sleutel is in 2015-2016 al een voorkeurlocatie geweest voor ons. En waarom? Met name drie kernpunten. De senioren die daar gaan wonen, dat die dicht bij de voorzieningen in de kern kunnen wonen. Het plan biedt de mogelijkheid voor tenminste 30 tot 40 woningen. En dat is een substantieel deel van de behoefte die er is. Maar ook voor de bouwopgave die er ligt voor de Rietover in de toekomst. En het plan biedt ook ruimte om het Rietovers dorps karakter vorm te geven. In woningtypes en in ruimte in de omgeving. Wat ligt er nu? Nou, wij vinden dat er een goed plan ligt voor ruim 40 woningen. Het past uitstekend in de omgeving. En het voorontwerp, zul je straks zien, gaat uit van de door Rietover gekozen structuur. Met name veel groen en een brink in het midden. Het woningbouwprogramma past bij de vraag van Rietover. Sociale huur zit erin, starters zitten erin, senioren en de vrije sector. En één punt hebben we nog te bespreken met de ontwikkelaar en de gemeente. Dat is met name de beschikbaarheid en betaalbaarheid voor senioren en eenpersoonshuishoudens. En dan hebben we het vooral over de middenhuur en de middeldure seniorenkoopwoningen. Wij zijn in ieder geval blij dat, en we hopen dat er nu snel een bestemmingsplan komt te liggen. En dat we snel gebouwd kan gaan worden. De belangstelling en de behoeften zijn erg groot. En ons ongeduld ook. Dank jullie wel. Hallo, mijn naam is Bram van Dorsten. En ik zal jullie gaan informeren over het voorontwerp bestemmingsplan. En de procedure die we gaan doorlopen voor de locatie achter de sleutel. Het bestemmingsplan, het voorontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 22 oktober aanstaande tot en met 2 december voor u ter inzage. En op dat moment kunt u ook schriftelijk inspreken of mondeling. Nou, wilt u mondeling doen, dan inspreken, dan moet u even een afspraak maken. En dan kunt u naar het gemeentehuis komen en dan gaan we met u in overleg. Allereerst zal ik een toelichting geven op het voorontwerp en zal ik uitleggen wat precies het bestemmingsplan nou is. Vervolgens zal ik gaan toelichten hoe het bestemmingsplan eruit ziet en daarna hoe u kunt inspreken op het bestemmingsplan. En tenslotte zal ik ook nog even de planning met u doornemen. Het bestemmingsplan. Nou, wat is een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan regelt het juridische kader voor het gebruik van bouwwerken en gronden. En het bouwen van bouwwerken, hè, wat de regels zijn voor het bouwen van bouwwerken. En het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen. Eerst een toelichting, daarnaast zijn er de juridische regels en er is ook nog een plankaart, oftewel verbeelding. Het nu geldende bestemmingsplan voor de locatie achter de sleutel is het bestemmingsplan Rietover-Waalijk 2012. En de bestemmingen die op de gronden zijn gelegen zijn de bestemming wonen, bos en er is ook nog sprake van een dubbelbestemming archeologische waarde. En dat zijn de plusjes die u over het vrijwel het gehele plangebied ziet liggen. Nou, en de huidige woonbestemmingen zijn natuurlijk voornamelijk de achtertuinen van de bestaande woningen aan de Tonterstraat, de Gildestraat en de Dorpstraat. Nou, hoe ziet nou het voorontwerp bestemmingsplan eruit? Dat ziet u nu in beeld. En dan ziet u eigenlijk dat de locatie is ingericht om daar nieuwe woningen te kunnen oprichten. Ook ziet u in het grijs de ontsluiting van het gebied en in het groen in het midden de brink. En dat ziet er vervolgens ook uit in de ontwerpschets die u rechts in beeld ziet. In de toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan is het initiatief beschreven en toegelicht. Ook zijn daar de gebiedsonderzoeken beschreven en die zijn ook bij het bestemmingsplan allemaal bijgevoegd. Nou, dan moet u bijvoorbeeld denken aan het archeologische onderzoek, de akoestische onderzoeken, het bodemonderzoek. Die zitten allemaal bij het bestemmingsplan toegevoegd. In de regels is het juridische kader opgenomen, hè, waar er gebouwd mag worden, hoeveel er gebouwd mag worden, hoe groot het allemaal is. Een paar dingetjes die ik daarbij wil uitlichten is dat er maximaal 44
40 woningen in het plangebied mogen worden opgericht. En daarvan moet minimaal 60% voor doelgroepen worden gebouwd. Nou, een minimum van, van 1/3 van die doelgroepen woningen moet ten dienste van sociale huur worden gebouwd. En dat die woningen zijn ook aangeduid op de plankaart. Die ziet u helemaal rechts in beeld, ziet u een aanduiding waar de woningen worden gebouwd. Dus dat is eigenlijk het gebied wat aan de Dorpsstraat ligt. Voor die doelgroepen woningen hebben wij beperkingen opgenomen in de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Om maar even een voorbeeld te noemen, we willen ook namelijk dat starterswoningen niet alleen gebouwd worden voor starters, maar dat die ook voor de volgende kopers nog altijd starterswoningen blijven. Dus dat betekent dat de uitbreidingsmogelijkheden van die woningen beperkt zijn. En hetzelfde geldt voor seniorenwoningen. Wat we daarnaast ook hebben opgenomen is de houtwal die ter hoogte tussen de Tonterstraat en het plangebied ligt, dat die behouden blijft. Die is dus ook aangeduid op de verbeelding. Nou, het voorontwerp bestemmingsplan kunt u inzien. Dat kan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Of via de website van de gemeente Bergijk, daar kunt u het plan ook terugvinden. Wilt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis? Nou, dat kan op afspraak, dan kunt u even met mij een afspraak maken. U kunt daarvoor bellen met het algemene nummer van het gemeentehuis, of u kunt mij een mailbericht sturen. Dan plannen we een afspraak in en dan kunnen we het doorspreken. Nou, heeft u de behoefte om te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan? Nou, dat kan. Dat kunt u doen door middel van een zogenaamde inspraakreactie gedurende de inzagetermijn. En dat wil zeggen dat u uw mening kunt geven op het plan, maar ook bijvoorbeeld ons kunt helpen door ons te wijzen op eventuele onjuistheden die erin staan. Nou, hoe kunt u een inspraakreactie geven? Dat gaf ik zojuist ook al aan. Dat kunt u schriftelijk doen door middel van het sturen van een mailtje of via de ouderwetse brief. Ook kunt u dus mondeling een inspraakreactie geven, maar dan moet u even met mij een contact opnemen om een afspraak te maken. Nou, wat wordt er met uw inspraakreactie gedaan? Nou, alle reacties die wij ontvangen gedurende de inzagetermijn, die zullen wij betrekken bij de volgende fase en dat is de opstelling van het ontwerpbestemmingplan. De reacties worden dan ook gebundeld en u krijgt daarvan een reactie van het college op uw inspraakreactie. Nou, de planning. Vanaf donderdag 22 oktober ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage. Ligt er inzage tot en met 2 december 2020. In die periode kunt u dus ook uw inspraakreactie geven. Zoals ik net al zei, zullen wij de periode die erna komt gebruiken voor het verwerken van al deze eventuele ingekomen inspraakreacties. En vooroverlegreacties van bijvoorbeeld de provincie en het waterschap. Waar we dan vervolgens zullen dus het ontwerpbestemmingsplan gaan opstellen. Nou, en als dat ontwerpbestemmingsplan door het college wordt vrijgegeven, dan is de planning dat dat gebeurt begin 2021. En dan zal deze opnieuw voor 6 weken ter inzage worden gelegd. En gedurende die inzagetermijn kunt u zogenaamde zienswijze indienen. Besluitvorming door de raad op basis van het ontwerpbestemmingsplan vindt naar verwachting plaats, volgens de planning in ieder geval, in april 2021. Nou, het bestemmingsplan. Als die is vastgesteld door de raad, zal dan ook nog een keer opnieuw 6 weken ter inzage liggen. En dan is er mogelijkheid voor het indienen van een beroep bij de Raad van State. En daar moet u wel bij in acht nemen dat u dan tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze moet hebben ingediend en u een belanghebbende bent. Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. En op dat moment zou in theorie de schop in de grond kunnen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan nog wel worden geschorst. Dan moet u wanneer u een beroepschrift heeft ingediend bij de Raad van State, moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen. En die wordt alleen toegewezen wanneer er een spoedeisend belang is. Nou, heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, maak een afspraak. Wij geven u graag tekst en uitleg in een gesprek. Ook kunt u dan een mondelinge inspraakreactie geven. Zoals gezegd, kunt u met mij contact opnemen via telefonisch of via het aangegeven e-mailadres. Dan geef ik nu graag het woord door aan Carlo van Dommelen. Dankjewel Bram en Jacques. Mijn naam is Carlo van Dommelen. Ik ben van de ontwikkelaar achter de sleutel.
achtersleutel dat, dat is een, een combinatie tussen Keersel projectontwikkeling en Verzandvoortbouw. Maar we hebben dit project niet alleen gedaan, we hebben het met een aantal partners gedaan. Meer Rietoven, architectenbureau Keres, gemeente Begijk en woningstichting De Zaligheden. Ik ga u even een toelichting geven op het proces en we zoomen eventjes, kijk even door naar de mogelijke verkaveling. Nou, jullie hebben net een bestemmingsplan gezien en wij hebben op dat bestemmingsplan hebben gezegd van oké, wat voor type woningen gaan we daar maken? En als we dan naar de woningtypes kijken, dan weten we welke vraag er in Rietoven is. En vanuit die vraag zijn we daar een vertaling van gaan maken naar het programma. Ook belangrijk, we kiezen hier voor bouwen op maat. Dat betekent dat iedere koper de keuze krijgt om zijn woning op zijn manier te gaan afwerken. Nou, kijken we door naar de woningtypes. Wat straks al gezegd werd door Bram in het bestemmingsplan en vanuit de woonvisie van de gemeente Begijk hebben we een aantal doelgroepen. Dat zijn sociale huurwoningen, starterswoningen koop en seniorenwoningen. Nou, onze idee is als volgt. De sociale huurwoningen die komen hier te liggen. Dat zal straks gaan via de woningstichting. Daar kun je op inschrijven. Die zullen gewoon conform de sociale huurgrens zijn. Dan hebben we de starterswoningen koop. Nou, dat is gewoon beleid vanuit de gemeente. Die zullen een aantal onder de 2 ton, een aantal vanaf 2 ton zijn. En daarnaast hebben we nog seniorenwoningen. Wij hebben nu ideeën voor deze woningen. En de insteek is dat die rond de 300.000 euro zijn. Nou, wat ik al zei, we gaan kiezen voor bouwen op maat. Dus mensen kunnen ook hun eigen wensen daarin gaan doorzetten. De overige woningen zijn allemaal vrije sectorwoningen. Omdat we dat pas in 1 januari met plannen buiten gaan, hebben we straks wel te maken met BENG. Dus dat betekent dat we gasloos gaan bouwen bij een energie-neutraal gebouw. Ik heb hier wat voorbeelden van woningen die wij ook in de bijeenkomst afgelopen najaar in de Rietstek hebben laten zien. Gewoon wat schetjes. Dit is een schetje van een sociale koopwoning. Het is een idee van een hoekwoning. Twee kappers. Nou, daar kun je ook weer een aantal varianten in kiezen. Daar kun je ook uitbouwen voor kiezen straks. De seniorenwoning. Dit is de seniorenwoning die we in het plan hebben. Dat betekent een volledig programma op de begane grond en een verdieping. Nou, we hebben toen ook een soort vogelvlucht laten zien. En hier zie je het al terugkomen. Hè. We hebben een echt dorpskarakter. We hebben zwarte pannen. We hebben ook wat kleurtjes in de gebouwen. Hè. Je ziet daar bijvoorbeeld een aantal witte woningen. Maar je ziet ook gewoon de rode stenen. Overigens ligt dat nog allemaal niet vast. Maar die differentiatie en die speelsheid die is wel in de bestemmingsplan opgenomen. Ook de doorzichten die je hebt, hebben we daar aangegeven. Nou, wat ook belangrijk is, is hoe gaat straks het openbare gebied eruit zien? Belangrijk om te weten, we hebben een entree aan de Gildestraat en we hebben een entree aan de Tonterstraat. Nou, die entree van de wijk, dat wordt twee richtingen. Dus die toegangsweg vanuit hier wordt twee richtingen en vanuit hier wordt twee richtingen. Rondom het middenterrein en de wadi met de speelvoorziening, dat wordt eenrichtingsverkeer. Dus dat wordt voor de auto eenrichtingsverkeer, maar voor fietsverkeer is dat natuurlijk twee richtingen. Nou, die kruisingen zijn wel belangrijk, hè? Van hoe ga je aanhaken op het gebied. Nou, we kiezen er bijvoorbeeld in de Gildestraat voor. Daar heb je een bestaand patroon van de weg. Hè? De Gildestraat is een rijweg, middenweg en aan de buitenkant zitten fietsstroken. Nou, daar leggen we een plateau in. Dat is geen verhoogd plateau, hè? Maar dat is gewoon een door de bestrating. Attenderen we de mensen erop van, hey, hier gaat iets komen, hier zit een verandering in de weg. We willen daar geen plateau vanuit veiligheid. Als je dan vanuit de wijk naar het profiel van de weg kijkt, dan zie je dat we dadelijk langs parkeren hebben aan de zijkant en de weg. En hier hebben we het groen. De Tonterstraat eigenlijk een gelijke oplossing, alleen daar kiezen we dan weer voor een andere kleur. Eigenlijk dezelfde kleur als de weg vanuit ons plan. En als je dan naar het straatprofiel kijkt, zie je dus dat we daar langs parkeren aan de rechtse kant hebben, de weg. En hier ga je zo de Tonterstraat in. Binnenterrein, eenrichtingsverkeer met ook parkeren aan de huiskant, langs parkeren. We hebben totaal 54 parkeerplaatsen en die zijn dan verdeeld over een aantal parkeerhavens, hier in het plan en hier, en langs parkeren. En daarnaast hebben we natuurlijk een hele hoop woningen ook parkeren op eigen terrein. Hoe zien wij de planning voor ons? Nou, dat heeft vooral te maken met het proces van bestemmingsplan. Als je naar bestemmingsplan kijkt, tot en met 2 december kunnen mensen hun zienswijze indienen op het voorontwerp. Nou, vanuit die zienswijze zullen er natuurlijk opmerkingen komen en er zal
mogelijk effect hebben op het bestemmingsplan. Nou, als wij die in beeld hebben gebracht, dan kunnen we naar een definitief bestemmingsplan. En dat betekent dat wij eind december, begin januari met het bouw op maat traject gaan starten. Dan zullen wij alle belangstellenden gaan informeren hoe dat traject gaat werken, hoe de keuzes er zijn, welke gesprekken je voert. Maar tot die tijd gaan wij jullie ook wel informeren over ons idee met betrekking tot de woningen. Dus wij zullen de komende periode een aantal woningtypes op de website gaan zetten. We zullen een enquête gaan houden om toch te triggeren van hey, wat gaan we doen, wat willen mensen hebben. Nou, uiteindelijk gaat dat traject in februari gaan we toewijzen en dan gaan we met de mensen in het gesprek. Eind mei, begin juni hopen eigenlijk dat het bestemmingsplan er ligt. En dan gaan we als het ware een omgevingsvergunning aanvragen. En dan hopen we na de vakantie, als die omgevingsvergunning is afgegeven, te gaan starten met de en eind in het najaar van 2022 hopen we dan de zaak op te leveren. Nou, het is wel belangrijk dat u in de tussenperiode dus nu heel goed na gaat denken van wil ik daar gaan wonen en wat voor type wil ik dan hebben. En als u ook doorpakt, we willen ook gewoon doorgaan. We proberen straks om die 44 woningen in één keer te bouwen, maar mocht dat niet lukken omdat er wat minder belangstelling is, dan zullen we misschien in twee fasen gaan bouwen. Maar uiteindelijk, we willen eind 2022, willen we gewoon de zaken, de eerste fase gaan opleveren. En als het 44 woningen zijn, heel mooi. Maar als het in de fase, twee fasen gaat, is ook geen probleem. Wat moet u weten over bouwen op maat? Nou, wij gaan u daar via onze website voldoende informatie over geven. Belangrijk voor u om te weten is dat u een gesprek krijgt met de architect, met de kopersbegeleiding. U kunt uw eigen ideeën, u kunt uw eigen woning gaan maken. En u krijgt absoluut de tijd om een goede keuze erin te maken. En laten we samen een heel mooi project van gaan maken. En hopen dat iedereen daar een mooie woning kan gaan maken en krijgen. Hoe blijf je op de hoogte? Makkelijkst is om via onze website steeds te kijken. Die is actueel. Maar we sturen ook nieuwsbrieven. Schrijf u in als belangstellende op onze website. Dan ontvangt u onze nieuwsbrieven. En dan houden wij op de hoogte. En dit was mijn verhaal. Als afsluiting wil ik u nog graag eventjes wijzen op de mogelijkheden om het bestemmingsplan dus in te zien. Dat is, kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of u kunt het ook benaderen via onze website www.bergijk.nl. Het inzien van het bestemmingsplan op het gemeentehuis, dat kan ook dan wel op afspraak. Daarvoor kunt u contact met mij opnemen. U kunt mij bereiken via de mail of telefonisch via het algemeen nummer van het gemeentehuis. Reageren op het voorontwerp bestemmingsplan kan tot en met 2 december 2020. Bedankt voor uw aandacht.